En ik sta dus bij twee gezellige jonge heren. Als ik het zo... ze zullen wel even lachen, want ze wel weten waarover ik het heb. Maar goed, hoe gaat het met jullie beiden? Uitstekend neem ik aan, want er gaat iets geweldigs gebeuren vanavond. Er vindt dus een ondertekening plaats. Maar alvorens we daarover toestappen, dan wil ik echt weten welke, wat voor business dat is. En hoe jullie elkaar hebben gevonden. Je weet toch, een pot en een deksel, die vinden elkaar. Dat wordt een prima samenwerking. Dat klopt. U bent? Ik ben Robert Zeuten. En ik vertegenwoordig hier het National Outsource Center. En Quality Inc. is een business unit van het National Outsource Center. En wat doen wij? In de hele wereld worden ontzettend veel inkcartridges weggegooid. Iedereen heeft wel zo'n desktop printer thuis staan. En als de cartridge leeg is, wat doe je ermee? Je gooit weg en gaat naar de winkel en koopt voor heel veel geld een nieuwe. Nou, het Suriname Cartridge Depot van mijn goede vriend Aristo... Die bestaat al 2 jaar, hè? Aristo, ja, 2 jaar. En die doet de toners, want er is een verschil tussen cartridges en toners. En dat doet hij al 2 jaar heel succesvol. En we hebben elkaar eigenlijk gevonden doordat we dachten van... Hé, dat is het enige bedrijf in Suriname dat heeft doorgedacht en gezegd van... Waarom gooi je dat weg? Dat is zonde. En zo hebben we elkaar eigenlijk gewoon gebeld, afspraak gemaakt... En we hebben hem van onze plannen verteld wat wij zouden willen doen, maar dan met de cartridges. En we hebben gezegd van waarom slaan we niet de handen ineen, want samen zijn we sterker. En hij bewerkt hoofdzakelijk of alleen het business-to-business environment. Dat we zeggen de grote bedrijven die hij als klant heeft opgebouwd. En wij gaan de retailmarkt doen, de consumer. En dat gaan wij samen... gaan wij dan ook de regionale markt bewerken, want Suriname is een kleine markt. Dus wij gaan die stap over de grens zetten. En het mooie ervan is, we gaan het milieu besparen, maar we komen met een Surinaams product. Want we refurbishen, we doen niet refillen. Dat is een heel groot verschil, maar daar kan hij als technische man heel veel meer over vertellen dan ik. Oh, prima. 2 jaar lang zitten jullie al lekker in de business, dus dat betekent dat alles goed gaat en vooral strakjes wanneer jullie dus zo'n samenwerking zullen aangaan. Een contract wordt getekend. Wat is jouw business precies en vind je het nou vanzelfsprekend? Is het natuurlijk een goed idee dat jullie samenwerken, maar wat verwacht je van de samenwerking straks? Ja, nou, in eerste instantie, mijn business is dus gefocust op het herproduceren, hervullen, refurbishen van lasertoners. En op dit moment doen we dat met name, dus als je kijkt naar ons klantenportfolio, doen we dat voor 90% aan de grootste bedrijven van Suriname. En wat verwacht ik van deze samenwerking? In eerste instantie dat we dus lokaal... meer toegang krijgen door met name hun interesse in het openen van inkt refill stations. Ik geloof een stuk of 50 ligt in het businessplan. Dat betekent dat onze toners dus ook voor de B2C, business to consumer markt, toegankelijk wordt. En daarnaast hebben we een gezamenlijke effort om dus vanuit die samenwerking ook de internationale vleugels te gaan spreiden. Omdat wij op dit moment een dusdanige expertise hebben opgebouwd met het product. Tegelijkertijd een synergie-effect hebben weten te creëren vanwege ook dus die inkjet cartridges die dus eigenlijk in ons gezamenlijk belang complementair is aan onze bestaande business. Want zo simpel is het, waar wij komen met onze lasertoners, daar zijn ook klanten die inkjet toners gebruiken. Dus voor hun is dat een win-win situatie en voor ons is het weer een win-win situatie dat we dus kunnen meeliften met de organisatie die er dus zin in heeft om in de markt actief het stukje recycling, het stukje milieuvriendelijk printen, het stukje kostenbesparing met de lange termijnsgedachte te gaan implementeren. Daarom hebben we gezegd we moeten lokaal de handen ineens slaan. Suriname is een kleine markt en door samen krachtig een synergie en een sterke organisatie te bouwen kunnen we internationaal een succesverhaal worden. En dat is waar we voor gaan, dat is waar ik in geïnteresseerd ben, dat is waar Robert in geïnteresseerd is en dat is onze lange termijn. Mijn visie. En dat is waar we gewoon voor gaan. Oké, prima. Als ik hoor milieuvriendelijk, dan ben ik al dik tevreden. Ik denk dat we dan nu overstappen naar het officieel gedeelte. Ja. Als ik dat zo mag aankondigen. Ja. Waarbij dus zo'n overeenkomst wordt getekend. Dum-dum-dum. En de mensen thuis, die hebben een primeurtje, want die kijken live naar Appinti Televisie. En dat gaat dus zo. Wat ziet u in beeld? De overeenkomsten die getekend worden door de heer Zeuten en de heer Kelly.
basis. Nou, een handshake strakjes ook nog. Ik vind het geweldig hoor, dat men dus eigenlijk ook denkt aan milieuvriendelijk. Dus de bedrijven die dit volgen en die meer informatie willen, kunnen zich zeker richten tot deze twee heren. Artiest O'Kelly. Even succes samen. Hè? Ja, ik bedoel, nu gaan we het doen. Nu gaat het beginnen. Ja. Heren, gefeliciteerd. Ja, oké. Een wijntje helemaal op zijn plaats. We zijn op een beurs, dus het gaat nog in plastic glazen, waar normaal zouden we het moeten laten klinken. Maar dit gaat geen geluid geven, hoor. We kunnen het geluid wel maken, toch? Ja, want het smaakt. Nou, een bijzonder moment voor deze twee heren. Klink. Gefeliciteerd, heren. En ook heel veel succes tijdens deze beurs. En we kijken volgend jaar weer naar jullie uit, wanneer jullie natuurlijk groter en sterker en natuurlijk internationaal gaan. En dat is waar we voor gaan, absoluut. Dat is Surinaams product. Natuurlijk, daar ben ik trots op.